Welkom bij weer een gloedje nieuwe Polane Meets. Vanavond alweer onze 13e live-uitzending. Live vanuit het Polane Theater. We hebben al een aantal groepjes die hebben gereageerd op onze actie 25x10 en laat bij ons je voorstelling zien. Bijna. Er is nog plek, dus wil jij ook hier een leuke performance laten zien aan een klein groepje van 25 man. Hier in deze zaal, die huur je voor €250 exclusief BTW. En alle informatie vind je op www.polanentheater.nl. Vanavond meeten wij twee nieuwe gasten van musicalvereniging DOS. En ik ga de eerste er gelijk voor u bij halen. Dames en heren, hier is René Valkenburg. Hi René. Hallo. Jij zit al vanaf het begin bij DOS, of niet? Nou, we zijn opgericht in 1917, dus Oh. Is wel ergens. Later dan? Ja, sinds 2015 eigenlijk. Al wel al heel lang dus. Al heel lang, ja. En weet je nog welke productie jouw suggestie is? Ja, dat was Single in de Stad, gebaseerd op Bridget Jones. En dat was hier in het Polaan Theater? Dat was hier in het Polaan Theater en in het Dorpstheater in Wormer. Oh, oké. Okay. Dus we hadden een soort mini roadshow. Langs, een soort tour. Een soort moedje, ja. Veel verschillen. Ja, het was een heel ander publiek. We lachten ook om andere dingen. Amsterdam en Wormer, er ligt niet zo heel veel van elkaar, maar toch. Ja. Oh, grappig. En je zit ook in het bestuur van ons. Klopt, ja. Daar zat ik al snel in. In 2006 ben ik daar al bij gegaan. En jarenlang onder de vleugels van Marvin en Ilona. En in 2014-15 zijn zij ermee gestopt. En toen ben ik voorzitter geworden. Met nieuwe mensen erbij. En runnen we de boel een beetje. Van de Laan en ik doen ook afwisselend de productie. Leuk, denk ik. Zeker leuk, ja, ja, absoluut. Ja, afwisselend. Precies. Hey, en hoe staat het er nu een beetje voor met jullie musical company? Repeteren jullie nog een beetje online? Ja, we hebben wel online gerepeteerd de afgelopen tijd, hè, want we moesten natuurlijk in maart stoppen. Toen hadden we 4 repetities pas gehad, dus het was wel even slikken. Ja. Dus we repeteren wel, alleen ja, zangrepetities, dat gaat heel moeilijk via Zoom en dergelijke. Ja, dus wat wij doen is dat we door het script heen gaan en scènes oefenen. Gelukkig zit dat in de company best wel veel, gewoon spelscènes. En daar werken we aan tekstbeleving, uitspraak, verdieping. Ja. Dus dat gaat wel hier doen. Ook belangrijk. Ja, zeker. Ja. Maar ja, de liedjes zijn ook heel belangrijk, hè? Klopt. Ja. Ja, ja. Hé, welk nummer ga je voor ons zingen? Ik ga zingen Zeg me dat het niet zo is van Van Boeien. Mooi. Ja, heel mooi. En, waarom, ja, ik vind het toepasselijk, maar waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, omdat het programma, jij zingt altijd een mooi liedje. Ja. Ik vind het een ontzettend mooi liedje. En ik vind het ook gewoon in zo'n lege zaal wel een heel mooi intiem nummer om te doen. Ja, dat snap ik dan. Ja. Lekker ingetogen. Precies, ja. Als je er klaar voor bent. Ik ben er klaar voor. Dan ja. Ga ik je aankondigen. Dames en heren, hier is René Valkenburg met het nummer Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is, zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Tafel voor twee. Ik heb gebeld te weten ervan. En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten. Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is.
We doen net alsof het niet zo is. Net alsof het niet zo is. Net alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als dat niet zo is. Mooi. Prachtig. Dankjewel. De volgende gast van vanavond is John Coppens. Hi John. Hey. Hey, wij dachten leuk, we doen een Polare Beats, doen we twee keer in de week. Met allemaal verschillende groepen die bij ons repeteren of spelen. En dan steeds twee verschillende mensen. Maar hier ben je weer. Daar ben ik weer. Ja, leuk. We hadden natuurlijk geen rekening gehouden met het feit dat jij met meer dan mensen zit. Nee, dat snap ik. Nee, dus volgende week ben je weer met de theaterrepetitie. Je weet het niet. Nee, je weet het niet. Nee. Hey, maar bij welke groepen speel jij dan allemaal? Nou, ik ben begonnen bij Amsterdam Musical in 2014 volgens mij. En toen dat jaar regisseerde Bernd ook bij DOS. Mm-hmm. Dit is de Sweeney Todd. En toen had ze geen Sweeney Todd. Dus toen mocht ik dat gaan doen. Toen ben ik bij DOS gaan spelen. En een paar jaar verderop, vorig jaar, toen zocht de Theaterrepubliek. En ging toen de Man van La Mancha spelen. Die hadden geen Man van La Mancha. En toen mocht ik wel daar komen doen. Dus het was een soort invalkracht. Ja, een soort invalkracht. Ik kan man te boeken. Ja. Nou, leuk. Ja. Hey, vertel eens, want jij met de actie Ridder Polaan Theater zat jij in het callcenter. Ja, was ik ook hier. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, het was een hele mooie dag. Iedereen was echt super hard aan het werk en hectiek al om voor de goede zaak. Ja. Maar super mooi om te zien dat iedereen zijn steentje bij wou dragen om dit theater overeind te houden. En dat hebben we weer opgehaald. Ja, dat is echt, bizar. Ja, maar een hele mooie dag. Ja. Ja. Ja, we zijn echt zelf ook nog maar net geland hoor. Ja, ik kan me voorstellen. Het was natuurlijk een hele hectische dag. Ja. Maar jij was erbij, dus ik denk, vraag eens eventjes hoe jij daar ja, ervaren. Ja, ik vond het superleuk. Fijn. Te zijn, ja. In welk nummer ga jij voor ons? Ik ga Heartache Tonight. Ga ik zingen. Van Michael Bublé. Michael Bublé, ja. Origineel van de Eagles. Ja. Michael Bublé heeft gecoverd en die ga ik zingen. Nou, ik heb hartstikke zin in. Ik ook. Nou, mooi. Dan ga ik jou aanbonden. Dank je. Dames en heren, hier is John Coppens met het nummer Heartache Tonight. If it takes all night, and everybody wants to take a little chance, we make it come out right. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. There's gonna be heartache tonight, a heartache tonight, I know. Oh, let's go. Some people like to stay out late. Well, some folks can hold out that long. But nobody wants to turn back now. There's too much going on. Well, this night is gonna last forever. Last or last for so long. Sometime before the sun comes up, the radio is gonna play that song. Oh, there's gonna be heartache tonight, a heartache tonight, I know. Oh, there's gonna be heartache tonight, a heartache tonight, I know. Oh, let's go. There's gonna be heartache tonight, the moon shining bright, so turn out the light. Be a heartache tonight, a heartache tonight, I know, yeah.
somebody is gonna hurt someone before the night is through. Somebody is gonna come undone. There's nothing I can do. Everybody wants to touch somebody if it takes all night. And everybody wants to take a little chance. We make it come out right, right, right. Yeah, there's gonna be heartache tonight. A heartache tonight, I know. Whoa, there's gonna be heartache tonight. A heartache tonight, I know. Well, let's go. Well, we can beat around the bushes. We can get down to the bone. We can leave it in the parking lot. But either way, there's gonna be a heartache tonight. A heartache tonight, I know. Yeah, there's gonna be a heartache tonight. A heartache tonight, I know. Was alweer onze 13e aflevering van Polane Meets. En aanstaande zondag 7 juni zijn wij weer live om 8 uur. En dan meeten wij twee spelers van Vocality Productions. Hopelijk tot dan. Mooie liedjes, ze zongen een...